Hey, welkom. Ja, ik was al binnen. Herfst is begonnen. Ik heb het kacheltje aangedaan, dus we gaan gauw naar binnen. Ga je mee? Zo, welkom in de Sint-Nicolaashof nummer 37. Een hele fijne tussenwoning met 4 slaapkamers van een bouwjaar uit 2012. Ik ga je alles laten zien in een korte video, dus we gaan gauw beginnen. We gaan ditmaal buiten beginnen. Ja, dat ik buiten begin is niet zonder reden, want het is wel een heel leuk aangelegde tuin. Je mag hem een beetje mediterraans noemen. Ik zit hem in deze mooie bakken. Je loopt tegen de lamp. We zitten in deze mooie bakken met leuke planten, beplanting natuurlijk en mooie afwerking. Het is een mooie diepe tuin, dus je hebt lekker veel zon. En hierachter in de tuin hebben we lekker veel ruimte voor het stallen van, nou in dit geval zelfs een bakfiets. Want de schuur is in feite uitgebouwd met deze overkapping. En hiernaast heb je dus nog gewoon de berging en natuurlijk hier aan de achterkant je achterom. Ja, je zag het net al, maar tegen de woning aan is dus een overkapping geplaatst. En die overkapping zorgt ervoor dat je hier heerlijk kunt zitten in welk seizoen dan ook. Kacheltje erbij, je kunt ook lekker nu in de herfst of in de winter misschien zelfs wel zitten. En ook hier is het allemaal leuk, licht afgewerkt. Ook die platen laten gewoon licht door. Zodat we er binnen geen hinder van hebben dat hier een overkapping is. Ja, en we zijn dus hier weer in de woonkamer. En de woonkamer is een split-level woonkamer. Dat betekent dat de keuken lager gelegen is dan je zitgedeelte. En dan vinden we hier de keuken. Aan de voorkant dus van de woning een mooie ruim opgezette keuken. Lekker veel werkblad. En in dit geval dus ook heel veel hoogte. En wat een lekker ruimtelijk effect geeft. De keuken is compleet voorzien van inbouwapparatuur. Veel. Ik kan ze haast niet uit elkaar halen. Dat, tijdens de bezichtiging weet ik precies wat wat is. Ja, en dan heb je hier natuurlijk ook nog voldoende ruimte voor een leuke eettafel. Het is leuk zitten zo hoor, zo in de keuken, echte woonkeuken. We gaan boven. Ja, op deze verdieping vinden we 3 mooie slaapkamers. Deze kant de fraaie badkamer met een lichtbad, douchehoek, toilet en dubbele wastafel. En ja, er is er nog een verdieping. Een volwaardige verdieping wel te verstaan, want op deze tweede verdieping hebben we nog een 4e slaapkamer, maar ook ruimte voor hier in dit geval de wasmachine en droger. Past allemaal precies, is keurig netjes afgewerkt. En hierboven zit ook nog een bergzolder. Met een vlizotrap kun je hierboven terecht waar je een heleboel spullen kwijt kan. Maar ook je cv en mechanische ventilatie en alles zit hierboven netjes weggewerkt. Ja, en zo hebben we hier dus nog de 4e slaapkamer. Er zijn nog bijzonder veel dingen te vertellen over dit huis. Onder andere, ik bedenk me net dat op begane grond is er nog vloerverwarming. In de badkamer zit ook vloerverwarming. Ik kan je misschien nog wel veel meer vertellen. Maak gewoon een afspraak met Jip Makelaars. Laat ik je de woning graag zien. Wil jij nou ook je huis verkopen? Ik help je graag. En dan maak ik ook zo'n leuke video voor jouw huis.